Waar is Nick? Ik weet niet, hij ging de andere kant op. Waarschijnlijk heeft Cal Drock hem. Wat kunnen we doen? Ik weet ook verder niet waar hij is. Nee. Ik denk dat we maar eerst even... een ork? Achter jullie, jongens. Gegroet, smeerheilwolven. Wij hebben jullie... Jongens, pak je boog. Jullie krijgen jullie vriend in ruil voor het oog. Kom naar het orkenkamp. Leugens. Schiet hem maar neer, jongens. Oké. Ja, ik weet het niet. Ik kan wel gelijk hebben, maar... ik heb dat oog dus niet. Jij denk ik ook niet, of wel? Nee. Ik denk dat het maar slim is om eerst richting de hoofdstad te gaan en dat we dan maar een oplossing proberen te vinden, want... Ja, ik had gehoord dat in de hoofdstad een alchemist is. Hij heeft een eigen kamer in het paleis. Ik kan niet ons helpen. Ja, ik denk dat we dan maar die kant op moeten gaan en moeten kijken of we wat zouden kunnen vinden verder. Iets van informatie of zo. Oké, leid de weg maar, jongens. Ik volg jullie wel. Oké. De mooie tuinen van Era. Jonny, jij wist waar die kamer was, of niet? Als het goed is, zit het gewoon in het paleis. En waarschijnlijk zit hij s'avonds alleen in zijn kamer. En ik denk dat hij nou in het laboratorium zit. Oké. Wat doet hij verder dan? Want je ken je hem ook echt, of? Nee. Ja, het zal wel. Zolang hij maar niet zo'n vieze oude fapzak is, dan vind ik alles wel goed, oké? Ja. Hier. Twee wachters. Allemaal. Jongens, wat zijn jullie hier aan het doen? Geen idee. Verklaar je nader. Dit is onacceptabel, jongens. Jullie gaan maar even met mij mee in plaats van alleen maar rond te pielen. Dit is gewoon onzakelijk. Jongens, volg mij maar. Ah, man. Goede mannen zijn ook moeilijk te vinden. Oké, ik tik hier dan de trap op, want hier zitten een beetje al mijn onderdanen. Hier. De kamer van Demi. Nog steeds een vieze bende. Ik heb nog wel wat gehoord, jongens. Toen ik op het schip zat richting Era, heb ik gehoord dat er nog best wel wat afwas in de keuken stond. Dus als we dat nou eens even rap gaan doen. Ja, schiet op. Hup. Opruimen die afwas. Ja, we lopen al. Oké, laten we maar snel die kant op gaan dan. Wacht even, welke kant was het op? Want ik ken nog steeds mijn weg niet in dit paleis. Het is hier links en hier de trap af. Je ruikt het al. Ja, klopt, kruikend. Oh man, poeh! Waarom werkt het dan nog niet? Ik heb alles berekend. Hoe kan dat? Eerlijk waar. Gegroet. Gegroet, koning Leon. Wat kan ik voor je doen? We zitten eigenlijk met een beetje een probleem. Wat voor probleem? Nou, laten we eerst even beginnen met de introductie, oké? Ik ben Leon, zoals je misschien al weet, maar wie ben jij? Ik ben Ruben, een alchemist. Oké, dan zijn we denk ik wel op het juiste adres. Ik en mijn vrienden hier, die waren dus een Maumai achterop. Je weet wel waar dat is. En ja, we kwamen dus op een groepje orks uit. En een van onze vrienden is gevangen genomen. En hij zoekt een soort van... Ja, we zoeken eigenlijk een soort van oog. Ik weet dat het vaag klinkt, maar we hebben een oog nodig om hem vrij te kunnen houden. Ik weet niet of je een beetje weet of je zoiets kan maken of zo. Ik denk het wel met de juiste spullen. Zou dat wel lukken? Oké, zoek het op, zou ik zeggen. Even kijken. Oké. Oh, ik weet het al. Hebben jullie misschien even jullie een oog van orks die jullie hebben gekild? Ja, ik heb er wel een. Oké. Ja, dankjewel. Wacht even, voordat je daar wat mee gaat doen, wat ga je nou precies mee doen? Ik ga hem een klein beetje, zou ik het zeggen, een klein beetje vervormen tot een orgenoog van hem. Oké, gaat dat net zo stinken als... Een beetje lastig om uit te leggen, maar ik zal gewoon mijn best doen, oké? Oké, je hoeft niet zo te schreeuwen, oké? Sorry. Oké, schuim maar op, want we hebben niet alle tijd.
Heeft hij nog een name tag? Oké, ik heb het klaar. Oké, geef hem het oog maar. Nou, het zal wel goed moeten zijn, want ik weet echt niet hoe dat ding eruit ziet. Jongens, ik denk dat het tijd is dat we dan maar naar dat kamp toe gaan en zo snel mogelijk niet gaan rennen. Ja, volg mij maar. Jij gaat ook mee, want als het niet goed is, dan ga jij met ons mee, het graf in. Zeker. Oké, volg mij jongens. Ah, man, hopen dat alles maar goed gaat met Nick. Zo, het orkenkamp. Het is nog steeds zo lelijk en afgrijzelijk, zoals het toen ook was. Jongens, we zijn ver gekomen, we hebben het al een keer eerder gedaan. En we kunnen het waarschijnlijk nog wel een keer. Hij is toch maar iets. Oh, koning Leon. Ik had je al verwacht. Caldrock. Wat heeft het te betekenen? Waarom sla je hem? Waarom ik hem sla? Dat voor mijn amusement natuurlijk. En... ja, heb je het oog? Ja, ik heb het oog. Geef me Nick nu terug. En ik zal beloven je het oog te geven. Jij, geef mij maar eerst het oog, idioot. Oké. Jongens. Ik denk dat het toch maar slim is om hem het oog... Ik geef je het oog, Caldrock. Maar laat hem met rust, alsjeblieft. Hij heeft hier niks mee te betekenen. Oké dan. Geef me het oog, nu. Jordi. Oh ja, Ruben, doe je helm af, pak eens het oog en geef hem maar aan Caldrock. Oh, mijn oog. Dank je wel. Het oog. Moment, ik kom zo bij je terug. Hey, jongens, dit oog is volgens mij nep. Kijk. Leugens, jongens, leugens! Alles en alles. Wat je tot nu toe hebt gedaan is alleen nog maar liegen. Mijn woede. Mijn ogen. Jongens, pak je zaden. Als je mij nu niet het echte oog geeft, dan vermoord ik hem. Jongens, pak ze. Huh? Wie zijn dat? Thomas? Zarok? Ah, vuile. Jullie elfen. Ik zal jullie dit nooit vergeven. Ik kom terug en ik vernietig jullie allemaal. Tot ziens. Oké, Thomas. Gelukkig. Thomas, wat doe jij hier? Nou, eigenlijk wou ik om je hulp vragen, want we hebben nogal een groot probleem met Zarok. Nou, vertel. Want we hebben oorlog met Dubrovnik. Wat?